Welkom bij 023 Magazine. Het is weer verkiezingstijd. En ook nu hebben we weer een nieuwe partij erbij. En het is natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. Dus we hebben het over Haarlem. En hier hebben we het over Hart voor Haarlem. Mm-hmm. Stel je voor. Ja, ik ben Louise van Zetten van Hart voor Haarlem. Ik vind mezelf niet direct een heel nieuwe partij. Omdat ik al een paar jaar als Hart voor Haarlem in de gemeenteraad zit. En ook de ervaring heb van jaren. En nu gaan wij inderdaad de verkiezingen in. Met Hart voor Haarlem en wij zijn van plan te gaan winnen. Zo is dat. En ik ben ook niet nieuw in de politiek. Mijn naam is Diederik Moor. Ik ben 41 jaar en al 4 jaar lid van de Haarlemse gemeenteraad. Oké. Dus er zijn dus 2 verschillende partijen geweest, of niet? Of is wij zijn nu nog 2 verschillende partijen, ja? Maar wij bundelen onze krachten. Oké. In Hart voor Haarlem. Dat is belangrijk om te weten. Wij waren 2 zetelrovers en nu zijn we 1 hele normale partij geworden. Dit is dus winst voor Haarlem. Perfect. Nee, het is natuurlijk voor mensen die natuurlijk niet altijd politiek volgen, moeten toch even weten hoe het dan in elkaar zit. Ja. Dus vandaar dat ik deze vraag. 2 mensen, 1 partij. Perfect. Ja. Helemaal goed. En waar staat dan de partij voor? Wie mag als eerste woord geven? Ja, misschien is het goed om eerst te zeggen, wij zijn niet een traditionele politieke partij. Okay, als je naar onze kandidatenlijst kijkt, dan zie je daar mensen op staan die ook nu nog lid zijn van andere politieke partijen. Van de Partij van de Arbeid, van D66, van de VVD. En er zijn zelfs mensen die partijloos zijn. En ik denk dat dat de kracht is van Hart voor Haarlem. Wij verenigen mensen, verschillende politieke stromingen. En dat geeft debat en dat geeft volgens mij ook hele goede politieke standpunten. Dat en het feit dat wij een lokale partij zijn. Wij zijn een partij van Haarlemse bodem. Echt lokaal en echt onafhankelijk. En die twee zaken maakt dat ik mensen uitdaag om op ons te stemmen op 21 maart. Dat is duidelijk. En dan gaan we gelijk wat concreter worden. En dat zijn natuurlijk vaak de standpunten, want dat wil de kiezer echt weten vaak. Wie kan ik daarmee beginnen? Wat zijn echt de belangrijkste standpunten? Ik denk dat Diederik dat heel goed kan zeggen. Zal ik daar wat over zeggen? Ja, nee, begin jij maar. Okay. Wat ik in de afgelopen 3 jaar, of 3, 4 jaar in de Haarlemse Raad heb gemerkt, is dat de mensen in Haarlem hun eigen leefomgeving ongelooflijk belangrijk vinden. En dan gaat het over de groene omgeving. De beschikbaarheid van woningen, maar ook dat je straat schoon, heel en veilig is. Dat als je kinderen op een basisschool hebt, dat die veilig naar school kunnen. Dat er überhaupt een plek voor ze is op die school. Nou, dat zijn zaken die wij in de politiek goed moeten regelen. En dat neemt Hart voor Haarlem zich ook voor. En daarnaast heb je de wat grotere onderwerpen. Dan gaat het over geld. We hebben in Haarlem een astronomische schuld van meer dan 400 miljoen. En wij vinden dat die schuld veel sneller dan nu het geval is, moet worden afgebouwd. Want die schuld, dat kost ongelooflijk veel geld. En met dat geld willen we mooie dingen doen. Een derde onderwerp, en dat is een onderwerp ook echt voor de toekomst, dat is verduurzamen. En we zien dat het gas opraakt. We zien ook dat de samenleving elektrificeert. Daar willen we heel graag onze bijdrage aan leveren, aan die klimaatverandering. Maar vrijwillig. Okay. Wij willen niet dat mensen gedwongen worden om hele hoge investeringen te doen in hun woning of in hun leefomgeving, om maar in die energietransitie mee te doen. Dus ja, wij omarmen een klimaatneutraal Haarlem, maar op basis van vrijwilligheid, het moet een vrije keuze zijn. En we gaan de gemeentelijke lasten niet verhogen om dat te kunnen betalen. Dat zal op een andere manier moeten gebeuren. Okay. Want de lasten voor de Haarlemmers zijn al hoog genoeg, omdat de huizenprijzen zijn ontzettend hoog, de OZB, alles is hoog. Dus die rekening zal ergens moeten worden gepresenteerd, maar wat ons betreft niet bij de Haarlemse burger. Oké, dat is belangrijk. Dus, dat betekent dus dat er dus andere dingen consequenties zijn. Ik denk dat het uit Den Haag dan maar moet komen, hoewel dat ook ons belastinggeld is. Ja. Maar wij hoeven hier niet alles in één klap, alle wereldproblemen op te lossen. Maar dit is de richtlijn. De betaalbaarheid van die energietransitie, dat moet echt vanuit Europa en vanuit Den Haag worden geregeld. Hier in Haarlem doen we graag mee, maar op basis van vrijwilligheid. Ja, oh, duidelijk. Ze zijn allebei natuurlijk in de raad gezeten. Mm-hmm. Kan ik iets over het verleden? Waar zijn jullie mee bezig geweest? Want toch een beetje om de. Zal ik daar dan over? Ja, ik zit eigenlijk al 12 jaar in de raad. Ik ben eigenlijk toch wel een redelijk ervaren raad. Dus ik heb ontzettend veel gedaan. Echt. Vorige periode ook coalitie geleid, 9 jaar beroep, zware schriften gedaan, in het presidium gezeten, in het seniorenconvent. Ik ben eigenlijk van alle markten thuis, alle dossiers heb ik ooit wel eens gezien.
En ik denk dat dat soort kennis en ervaring broodnodig zijn voor elke gemeenteraad. Je ziet elke keer de helft van de raadsleden wordt vernield. Soms zijn ze al na een paar jaar weg. De kennis en het geheugen van de raad. Je merkt gewoon dat het politieke spel gewoon echt slechter gaat als er geen mensen zijn om een zekere stabiliteit te garanderen. En wat dat betreft vind ik het wel belangrijk dat ik herkozen word. Ja. En je bent ook, als je herkozen wordt, het raadslid met de meeste ervaring in de Haarlemse gemeenteraad. Ja, dat denk ik wel. Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen. Maar het komt eigenlijk omdat ik zoveel... Ik ben met twee leden van de fractie begonnen. We gingen van 2 naar 8 naar 9. Dus ik heb alles meegemaakt. Coalitie, oppositie, kleine partij, grote partij... En nu eenmansfractie, zetelrover. Dus ik volgens mij is het echt goed voor Haarlem als ik in de gemeenteraad blijf. En ik roep dan ook iedereen op om op ons te stemmen. Ja, dat is geen verloren stem. Louise is echt gewoon goed. Een groot geheugen en... Ook een enorm netwerk. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En een netwerk, ja. Het is geen dorp Haarlem. Ik ken ontzettend veel mensen, ook in Den Haag. Want de hele teneur is een beetje van die lokale politieke partijen. Die zijn alleen maar... Op een soort dorpsniveau bezig. Die hebben geen netwerk, die kennen geen mensen in Den Haag of Amsterdam. Nou, ik garandeer u, ik ken heel veel mensen. En ik kan ze allemaal bellen als ik dat zou willen. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Okay. Dat wij in een soort dorpscultuur blijven steken. Als Hart voor Haarlem meer zetels krijgt. Sterker nog, ik denk ook dat het een pluspunt is. Als ik om mij heen kijk, dan zie en dan hoor ik dat mensen de Haagse politieke partijen... eigenlijk een beetje zat zijn. Ze zijn teleurgesteld in wat zij de afgelopen 4 jaar voor hen hebben betekend. Wij als Hart voor Haarlem proberen voor die kiezers een alternatief te zijn. Oké, duidelijk. Dus eigenlijk is het een lokale partij, maar met heel veel verbindingen buiten toe. Zeker, maar dat is ook nodig als je ziet de problemen waarmee te maken krijgen. Dat we meer woning moeten bouwen, we zullen ook bereikbaarheid moeten bevorderen. Dat gaat Haarlem niet zelf betalen. Dat is onmogelijk, omdat we ook die schuld hebben van 500 miljoen. Dat geld zal via lobby ergens vandaan moeten komen. Dus noods uit Brussel. En ik denk dat wij in staat zijn, Diederik en ik, om dat voor elkaar te krijgen. Dat is duidelijk. Ja. Oké, nou dan tot slot eigenlijk is er nog echt een punt die zeggen, daar wil ik even op benadrukken. Dat is iets wat ik zeg van, kiezer. Ik denk dat echt iedereen het heel belangrijk vindt dat Haarlem een hele goede bewoonbare stad blijft. Wat ons betreft zijn er ook grenzen aan de groei. Het is een versteende stad, er moet meer groen bij, het moet beter worden onderhouden, de groene zomen blijven onbebouwd. Dat is de opgave waarvoor we staan. En ja, daar gaan wij natuurlijk heel erg ons best voor doen. Daar kunnen de mensen op rekenen. En als vader van naar school gaande kinderen, woonachtig in de Bos en Vaartbuurt, zeg ik, die Wagenweg. Daar moeten we echt iets aan doen. Dit college heeft de veiligheid op de Wagenweg stelselmatig genegeerd. Het is een racebaan aan het worden. Hart voor Haarlem wil daar van die heuvels, van die bobbels in de weg. Wil dat er wordt gehandhaafd. Drempels heet het ook. Wil dat er wordt gehandhaafd. En wil terug naar 30 kilometer. Ja, je ziet het, we zijn van alle markten thuis. De grote dingen en de kleine dingen die bij de mensen zijn. En dat is precies de gemeentepolitiek. Ja. Nou, mag jullie bedanken voor deze bijdrage. Het is alweer om. Met plezier. Ja. Komen we nog eens terug. Ja, oké, perfect. Kijkers, ook bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer wat meer te weten zijn gekomen. Nu over Hart voor Haarlem. En tot de volgende keer. Dank. Leuk hoor.